Ik moet nog een paar correcties hebben. Net als hier dat beeldje moet weggehaald worden. Ik moet nog een tandinplaat en een stuk kaak erin gezet worden. Dus ik ben nog ver weg, nog niet. Eten moest ik de eerste paar weken gewoon via een rietje of hele kleine hoeveelheden. Want ik kon mijn mond maar misschien een centimeter open doen. Ze hebben, ja, toen het met ongeluk de 2 weken daarna was in de kruis opgedoken. Dat was een ontsteking van mijn spiertjes. Die hebben ze weggehaald. Dus dat is eigenlijk tot nu toe de enige. Gewoon de spiertjes weer rechtgezet en de ontstekingen eruit gehaald. Ik ben ook gewoon hetzelfde als in februari nog nergens. Want ik word constant afgeschoven, opzij gezet. Van ja, corona, mensen zijn meer belangrijk. Weet je, zo soort antwoorden krijg je. Dus ik sta nog steeds hetzelfde als een jaar geleden. Het proces beweegt niet. Korstjes zijn, dan mogen niet al te hard zijn, want dan blijven ze hier in mijn mondhoek haken en dan kan mijn mondhoek open scheuren. Dus ik moet ook opletten wat ik eet. Met werk vind ik nu is best wel lastig, omdat iedereen gewoon, ja, je gezicht is toch wel het visitekaartje voor het bedrijf. En heel veel mensen zouden niet willen dat iemand zo'n enorm litteken heeft. Dus ik word heel vaak nu met sollicitaties afgewezen. Ja, ik ben blij dat ze geen honden mag houden. Dat was echt gewoon. Eerst hoorden we 5 jaar. Ik dacht, nou, 5 jaar, daar leer je denk ik niks mee. En toen heeft de politierechter gewoon besloten, gewoon altijd. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja, dat moeten we nog allemaal misschien bereiken, want eerst moet ik op de tandinplaat wachten. En dan kunnen we verder op het gezicht focussen van wat gedaan kan worden.